Ja, we zien hier dan de aanval van Nibali. Hij kijkt nog even achterom. Hij denkt, ik ben in mijn eentje, de Italiaans kampioen. Maar wie komt daar achter hem aan? Steven Kruiswijk. Ja, dat hadden ze niet verwacht. En Chavez, ook al hoog in het klassement, doet het ook heel goed deze Giro. Die komt daar ook bij. En dan nog een keer Steven Kruiswijk, maar nu in zijn eentje. En wie moet er passen? De grote Nibali. Chavez, ja, die moet het werk opknappen. Nibali, die houdt het niet eens. Die zegt, Chavez, doeg. Ik kan niet meer. Chavez, die wint de rit. En Steven Kruiswijk, die mag het roze aantrekken. En staat nu op meer dan 2 minuten van de nummer 2, Chavez. Stijn van der Boom hier aan tafel, de oud-trainer van Steven Kruiswijk. En Henk Lubberding, jij won al eens een keer met Joop Zoetemelk de Tour als knecht. Welkom, geef ze even een groot applaus, deze sporthelden. Ja, het machtsvertoon was ongelooflijk wat hij liet zien in de Dolomieten. Ja. De laatste week is ingegaan, meer dan 2 minuten voorsprong op die Chavez. Niet eens een echte topper. Hoe kwam die grote Steven Kruiswijk, die nu iedereen kent, hoe kwam die bij jou binnen als 15-jarig jongetje? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik denk de eerste keer, dat was 2002, denk ik, of 2003. Ergens in die tijd, kwam hij op een stalen fiets met een fietsshirt aan, 10 maten te groot, denk ik. En door zijn papa gebracht naar het wielerbaantje. En ja, dan ging hij met ons mee trainen. En ja, ik moet zeggen, in het begin, hij viel niet zo op. Hij was, ja, ik bedoel, ik kreeg wel vaker nieuwe aanmeldingen. En ja, hij reed lekker mee. En je zag wel, oké, hij kon wel iets. Wel oké, gemiddelde renner, dacht je. Ja, maar niet meteen dat ik dacht van, wow, nee. Dit gaat echt iets worden. Na een paar jaar is hij bij jou weggegaan. Is hij in steeds grotere ploegen gegaan. Ja. Hoe heb jij afgelopen weekend zitten kijken? Hoe heb je dit beleefd? Nou, ik denk flink in de verzuring. Dus zelfs de televisie kijken is afzien. Ja? En, je voelt het letterlijk in je benen? Ja, nou ja, de spanning voel ik dan wel, ja. Dat is echt, dat is anders dan, zeg maar, dan ja, goed, het is omdat je die jongen, zeg maar, persoonlijk kent. Ja, dan doet het toch wel iets met je. Dan, Wel genieten, toch, Henk? Absoluut. Ja, dat is zeker genieten. Ja? Ja, maar toen ik voor de Tour hoorde hoe hij zich had voorbereid, toen heb ik gelijk geroepen die het horen wou, die gaat bij de eerste 5 rijden. Dat hadden we ook wel een beetje verwacht. Misschien ja, maar de waarom afgelopen 2 Giro's heeft hij ook heel goed gereden. Juist. Maar hij staat nu bovenaan. Ja, maar die school die hij doorlopen heeft, die is al heel belangrijk geweest. Dus hij heeft zoveel ervaring met hoogtestages gehad. En dit jaar heeft hij alles op die Giro gezet. Ook al omdat hij de enigste kopman was. Daar hebben ze dus dit jaar eindelijk eens een keer iets in veranderd bij Lotto. Ja. Jumbo. En, dus ja, ze verdelen liever vaak het kopmanschap. Hè? Dat ze zeggen, jij een beetje. Maar nu hebben ze gezegd, we doen alles op rood. Steven Kruiswijk, ja, die dus moet winnen. Dat is al een geruststelling voor die jongen. Nou, en als je dan zo begint in Apeldoorn, met zo'n proloog, ja, dan krijg je alleen maar vleugels. Ja. En als je dan ook nog nadat ze die eerste dag in Italië rijden en ziet dat Nibali niet top is, Valverde ook niet echt super. Allemaal heel afwachtend en elkaar eigenlijk heel erg bezighouden. Die twee houden elkaar zo bezig. Ja, toen dacht ik van, daar zit nog wel meer in. Ja, hij trapt met lust. Zo heet het team waar hij als 15-jarige zich bij aansloot. Prachtige naam. Ja. Steven Kruiswijk die komt over als een beetje verlegen jongen. Heel erg bescheiden. Soms moeite om met interviews, om voor de media te verschijnen. Was dat vroeger ook al zo? Ja, ik denk het wel. Hij is niet iemand die graag op een voetstuk geplaatst wordt. Hij heeft de fanclub gehad. Die heeft hij op zijn eigen verzoek heeft hij weer opgeheven. Vroeger was hij. Het is wel iemand met het hart op de goede plek, zeg maar. Hè? Dus, ik weet bijvoorbeeld het eerste jaar dat ik hem begeleidde, zeg maar, in zijn trainingen. Toen kwam hij aan het einde van het jaar met oud en nieuw, kwam hij netjes een fles wijn brengen, bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja. Ja, zo'n manneke van. Want als je spreekt, dan denk je, want als je een Tour wil winnen, moet je volgens mij ook wel een beetje een klootzak zijn. Je moet ook een deel van zijn. Ja, maar als je met hem spreekt, dan zie je dat helemaal niet. Nee, dat is hij misschien ook niet. Hij is geen klootzak, maar bijvoorbeeld van de week had hij met Maika dat hij in de afdaling een foutje maakt. En dan naar de rand zie je meteen netjes excuses op Twitter. Ja. En
Ja. Maar je ziet nou dat hij het in principe dan ook niet nodig heeft om zo te zijn, denk ik. Nee, dus maar ook een aardige jongen zijn. En door zo te zijn heeft hij waarschijnlijk ook veel meer vrienden in het peloton. Hè? Ja, nou, precies. Kijk, daar gaan we dus hopen dat hij vrienden heeft in het peloton. Ja. En hij als persoon heeft dat zeker. Dat heb je nodig. Maar je hebt dat als team nodig. En hoe werkt dus precies voor de mensen die wielrennen niet elke dag volgen? Ik zal het een beetje proberen zo uit te leggen. Wanneer je nog wel eens voor een ander ook nog wel eens je deel wil doen. Dus wanneer je, noem maar iets, met drie ploegen dezelfde belangen hebt. Maar jij denkt als derde ploeg van, nou, als die twee het voor ons opknappen, dan hebben wij op het eind nog een paar renners extra over. Nou, daar stond Lotto Jumbo staat er wel een beetje onbekend. Van eerst het bordje van een ander leren eten. Ja, dan kun je dan nu wel een keer op de koffie komen. Dat ze denken van, toen geen vrienden, nu ook geen vrienden. Dus die Lotto en El Jumbo ploeg, die hebben niet heel veel vrienden in het peloton. Ik hoop voor dat is een agendeschil. Maar de Rabotijd, en dat zie ik toch nog steeds een beetje terug. Maar zo, kan je niet van, een beetje het geld gooien? Zo her en der, zo om je heen. Het zijn beroepsrenners en ze zullen toch proberen nog wat vrienden te vinden in het peloton. Ja. Het kan nooit geen kwaad. Maar Nibali en Valverde zijn natuurlijk geen vrienden. Nee. Die gunnen misschien liever Kruiswijk. Maar denk je dat Kruiswijk nu her en der wat tientjes aan het uitdelen is? Nee, zo werkt dat niet. Oh. Zo werkt dat niet. Maar hoe maak je dan vrienden? Door de jaren heen al. Wat ik net probeer uit te leggen. Als je altijd denkt van, ja, dat is wel ons belang, maar jullie knappen het maar mooi op. Iemand uit de brand helpen, dan helpt jou de volgende keer uit de brand. En de weerdienst, dat is heel belangrijk. Het wordt zo spannend, joh. Ik durf er bijna niet meer te kijken. We hebben er nog nooit zo goed voor gestaan. Nee. De tweede op 2,5 minuut. Maar we hebben ook nog nooit zoveel kunnen verliezen. Nou, dat is ook belangrijk. Eén verkeerd bochtje, ik zit echt met een hart in mijn achterhoofd te vet te kijken. Daar hang ik nu dadelijk ook allemaal vanaf. Nibali, een Italiaan, waar alles op afgestemd is. Niet prettig in zijn vel, al een paar jaar niet bij Astana. Nee. Nu zie je hoeveel problemen of dat uiteindelijk geeft. En hij is nog steeds niet de man, maar ik weet zeker, als hij weer een beetje bij zichzelf terechtkomt, hij gaat het in die afdaling weer proberen. Ja. En Valverde is er ook zo in. Ja. Als ze bergop niet kunnen, gaan ze het in de afdaling doen. Nou, en dan is maar net wie is je vriendje nog. Kruiswijk was een redelijk goede renner. Maar hij kreeg een blessure aan zijn lies. Daar is hij twee keer aan geopereerd. Aan zijn liesslagader. Die was geknakt, waardoor er minder zuurstof naar zijn spieren kan. Dat is verholpen. Maar hoe komt dat precies, zo'n blessure? Want je hoort het heel vaak bij wielrenners. Ik geloof dat zelfs 1 op de 5 er ongeveer last van heeft. Ja, ik moet dan van geluk spreken dat ik het nooit heb gehad. Nee. En ik was wel iemand die nogal diep zat. En renners die diep zitten, die schijnen daar de meeste problemen mee door te krijgen. We hebben daar een fiets neergezet. Zou je eens voor kunnen doen hoe dat dan ontstaat? Nou, kijk, als je op een fiets zit en je gaat er zo op zitten, dan is dit aardig mijn maatje. Ja, dat hebben we speciaal voor jou besteld. Kijk. Als je zo zit, en zo zitten heel veel wielrenners tegenwoordig, met gestrekte armen. Ja. Dan zit je minder diep dan als je dus eigenlijk in de wedstrijdhouding gaat zitten. Dus aerodynamisch, dan ga je licht gebogen op die fiets zitten. Dan ben je ook wendbaarder, zeg ik altijd, op een fiets. Mm-hmm. Dit is eigenlijk de houding, wat ik vind wat eigenlijk zou moeten. Maar dan zie je dat je hier nog meer opgesloten raakt. Nou, en dan ga je nog hier onderin rijden. En wil je dan ook nog iets gebogen rijden, dan zit je eigenlijk zo. Moet kijken, als ik dit been hoog heb, hoe weinig ruimte dat hier is. En hier loopt dus een slagader, een soort tuinslang, en dan komt er als het ware een knik in. Ja, nou, en die knik gaat op een gegeven moment gaat hij er niet meer uit. Is dat het ongeveer? Ja, ik ben geen dokter, maar het schijnt dat het ongeveer zo in elkaar steekt. Ja. Ja. En er is iemand die dat in Nederland constateert bij heel veel sporters. Omdat het nu al een gewoonte schijnt te zijn. En die geeft dan de tip, laat je maar opereren. En sinds die knik bij hem eruit is, gaat het weer echt enorm goed. Zonder die operatie had hij het nooit gered. Dat schijnt al voor de tweede keer gebeurd te zijn. Ook in de amateurtijd al een keer een probleem geweest. Dat wist hij te vertellen. En nu bij de profs, in zijn derde jaar, dacht ik dat hij de Giro reed. Ging het ook niet lekker. Nee. Dus ze voelden dat ze minder wattage kunnen trappen. Het voordeel van nu is dat je ook aan je metertje kunt zien hoe het in elkaar steekt. Ja. Jij won al 1 keer met Joop Zoetemelk voor jij een grote ronde. Kom maar weer aan tafel zitten, daar hebben we beelden van. Prachtige beelden, laten we heel even naar kijken. En daar komt de gele trui over de finish. Juichend en wel, met Gerrie Kneteman naast hem. Hij wordt omringd, hij wordt daar ongeveer onder de voet gelopen. Alles stormt naar Joop Zoetemelk toe. En zijn laatste gele trui, de 10e van deze ronde, wordt hem door Jacques Chirac overhandigd. En op kamer van applaus hier op de Champs-Élysées.
Ja, prachtig beelden. Ja. Helemaal geen bewaking nog. Hij werd echt letterlijk onder de voet gelopen. Die prestatie van Steven Kruiswijk, die hij zondag zou kunnen halen. Het is nog allemaal niet zo ver. Is die net zo groot als deze prestatie van Joop Zoetemelk? Ja, 1980? Tour de France is toch iets anders. Dat blijft altijd. Ja. Kijk, daar kun je mensen eigenlijk niet uitleggen wat het verschil tussen de Giro Tour, Ronde van Spanje is en de Tour de France. Tour de France zet zoveel meer druk op. Er zijn zoveel meer renners die top zijn. Ja. Ja, kijk, nu ook weer in de Giro hebben we het eigenlijk over nog twee renners. Die nog concurrent zijn. Ja, Esteban Chavez. Ja, dat zijn eigenlijk de mannen. Maar voordat de Giro begon hadden we ook misschien 8 renners die capabel waren om de Giro te winnen. En echt niet meer. Nee. Ja, in de Tour is het ander verhaal. De 40, ja. Nou, 40, maar in ieder geval die allemaal super zijn en even wat beter zijn. Tot slot, gaat hij het redden, ja of nee? Ja, redden ze. Gaat hij het redden? Absoluut. Wat denk jij, Sander? Ja, dan moet ik ook wel ja zeggen, toch? Nou, zeggen met z'n allen ja. Geef ze een groot applaus. Henk Lubberding en Stijn van den Boom.